Ik ben hier op vliegveld Teuge en ik ben hier bij de eerste Nederlandse elektrische vliegschool. Geleid en opgeleid door Evert-Jan Veld. En Evert-Jan, gefeliciteerd. Dit is jouw eerste gedeelte van jouw vloot. Hè? Wat is dit voor een vliegtuig? Ja, dit is de Pipistrel Velis elektrisch. En die is volledig elektrisch, zoals de naam al zegt. Ja, we zagen hem net vertrekken. Die propeller hoor je nog wel, maar voor de rest natuurlijk lekker rustig. Er zit ongeveer 22 kilowattuur accu in. En hoe ver kun je daarmee vliegen? Hoe lang? Nou, we kunnen maximaal een uur vliegen, maar we moeten 10 minuten reserve houden volgens de wetgeving. Dus we vliegen effectief, denk ik, 3 kwartier tot 50 minuten. En hoe hard kan dat ding? Ja, hij gaat. We kruisen met zo'n beetje 160 kilometer per uur. Dus dat valt op. 100 kilometer kun je er prima mee overbruggen. Ja, dat gaat zeker. Dat gaat zeker. Ja. Ja, en ik was eigenlijk al helemaal verbaasd hoe ver elektrisch vliegen was. Ik denk, nou, dat duurt nog echt heel erg lang. Maar goed, dit apparaat is er dus nu. Wat zijn de kosten ervan als je het vergelijkt met een soort gelijk vliegtuigje? Nou, deze vliegtuigen kosten €200.000 per stuk. En als je exact hetzelfde toestel met een brandstofmotor aanschaft, dan is die wel €50.000 goedkoper. Oké, 50.000. Maar dat, ja. is al echt... Normaal waren elektrische auto's 2 tot 3 keer zo duur. Met trucks is dat nog steeds zo. Maar nu is het dus voor 30% meer heb je een elektrisch vliegtuig. Hij kan alleen niet zo ver. Je range is nogal een dingetje. Ja, de range is zeker een dingetje. Het is wel zo dat de gemiddelde vliegschool die met een brandstofmodel vliegt, die leidt een uur op per keer. Hè. Dus die zegt, nou ja, wij vliegen een uur. Ja. Maar die staan 10 minuten warm te draaien. Motor moet opwarmen. Na de landing moet de motor afkoelen. Moeten allerlei checks doen. Dus effectief vliegen zij ook maar 3 kwartier. En dat is wat wij ook doen. Maar desalniettemin, ik had heel graag een half uurtje extra gehad. Ja. Ja, maar goed, jij zit nu in een business waar dat enorm omhoog gaat. Hè. De capaciteit van de accu, het gewicht van de accu en dat soort dingen. Wat zijn de voordelen van elektrisch vliegen? Nou, de voordelen, ik denk vooral voor de omgeving. We zijn gewoon stukken stiller. Van buiten zeker, van binnen stiller. Het is simpeler. Net als bij een elektrische auto. Hè. We hoeven niet te schakelen. Er zitten minder controle-instrumenten in en dat soort dingen. Ja, en uiteindelijk is het wel gewoon een vliegtuig. Er zitten stick in, rudderpedals en een gashendel. En dat is wat je wil, want je wil mensen opleiden. Ja. Hè, maar ik zie vooral voordelen nu voor de omgeving. Het vliegtuig is nog relatief duur, want de accupakketten moeten snel gewisseld worden. Dus we schrijven veel af op accu's. Maar in de toekomst... Deze accu, hoeveel uur kan die mee? Na 400 uur moeten deze accupakketten al gewisseld worden. Dat is €17.000 per toestel. Dus nu zijn ze qua kosten vergelijkbaar per uur als een brandstoftoestel. Maar als die batterijtechnologie verder gaat, dan gaan we ook zeker veel goedkoper worden. En dan wordt dat natuurlijk ook een belangrijk pluspunt van elektrisch vliegen. Want een uurtje vliegen, hoeveel kost dat dan elektriciteit? We tanken voor €3. Ja. Dat is lekker goedkoop, maar dan heb je die stomme accu die nog helemaal gereviseerd moet worden. En dat die het nog prima doet dan denk ik na 400 uur. Maar dan moet die gewoon vervangen worden vanwege de regelgeving. Ja. Hoe goed is de regelgeving op dit ogenblik? Want die moet natuurlijk helemaal wennen aan dit soort nieuwe types. Nou, de regelgeving, de Europese luchtvaartregelgeving is super strikt. En dat is denk ik ook goed. Hè? Dus dat is de meest strikte regelgeving die er is wereldwijd. En daar voldoen deze vliegtuigen aan. Maar wat we wel zien is, de regelgeving loopt ook achter. Eigenlijk was de regelgever verbaasd dat het toestel er al was. Dus wij werken nu per Europees land op een soort van uitzonderingspositie. Speciaal voor dit toestel zijn die uitzonderingen geschreven. En ik denk dat over 1,5 of 2 jaar is dat ook reguliere wetgeving. Nu bestaat een elektrische aandrijving niet in de Europese wetgeving. Je kan het ook niet op je brevet krijgen, want het is er niet. Ja, en er komen echt hele domme dingen, want als je bijvoorbeeld even kijkt nu naar deze propeller. De geweldige propeller, maar het vorige ding... deed het veel beter, want wat heeft hij? Ja, de voorloper die dus eigenlijk niet onder Europese regelgeving viel, die vrijer was, ja. Die had een regeneratieve prop. Ja. Dus elke keer als ze gedaald werd, dan won de propeller als een windmolen energie terug voor de accu's. En nu niet? Nee, de Europese Unie vindt dat heel spannend nog. Dus dat is afgekeurd, dat systeem. En misschien ook wel terecht, dat weet ik niet, daar heb ik geen zicht op. Maar de push is om dat alsnog te certificeren. Ja, en dan scheelt dat ook weer. En überhaupt de propellertechnologie, daar valt nog heel veel winst te behalen. Want het geluid wat we nu nog maken is weinig. Maar je kunt met een hele goede propeller kun je nog zo makkelijk 50% stiller worden. Nog 50% stiller. Okay. Dus daar zitten we dan eigenlijk op te wachten. Vertel even, en dit is dan het kleinste vliegtuig voor de vliegschool. Wanneer gaan wij passagiers vervoeren? Welke stappen gaan wij op een gegeven moment naar ons droom dat ik gewoon een zelfsturende drone heb... die gewoon 3 of 4 mensen van A naar B brengt en ik hoef niks te doen en dat gaat helemaal automatisch. Maar hoe gaan we daar in stappen naartoe? Ja, nou ja, je stelt nu de vraag aan een hele simpele piloot. Maar mijn visie is het volgende. We gaan van klein naar steeds iets groter, maar je gaat nooit op vakantie in een 737 volledig elektrisch.
Want de energiedichtheid per kilogram gaat denk ik, nou ja, in ieder geval voorlopig niet goed genoeg worden daarvoor. Ja, maar dan heb je misschien met waterstof, hybride vliegen, dat zijn ook gewoon allemaal dingen die erbij komen. Nou, dat gaat gebeuren, dat weten we. Sustainable aviation fuels, waterstof, hybride oplossingen, dat gaat zeker gebeuren. En de drones, de eVTOLs, de vertical takeoff en landing toestellen, ja, dat is al gaande. En daar zit ook ontzettend veel geld voor ontwikkeling. Dus ik denk zeker dat dat snel gaat komen. De vraag is, wie gaat er achterin een autonoom vliegende taxi stappen? Ik. Echt. Ja, maar ik heb eigenlijk gewoon meer vertrouwen in een goede... Die computer moet wel een beetje leren. Hè, dus, mm-hmm. Maar daar heb ik meer vertrouwen in dan een piloot. Die inderdaad maar van... want ik denk ook van, als er op een gegeven moment heel veel van dat soort dingetjes komen... Dan heb je heel veel van die vliegtuigjes. Nou, dat is voor een mens niet te doen. Nee. Dat, voor een computer, die kan prima gewoon... afstand houden van elkaar en dat soort dingen. Dus ik heb daar volledig vertrouwen in dat software dat beter kan doen dan een mens. Ja, dat is bekend, want een automatische piloot landt ook altijd beter dan een piloot. Maar de vraag is, als die software moet leren, over wiens rug gaat hij dat dan leren? Over welke passagiers? Ja, ik wil toch eerst wat draaiuren maken zonder mensen en daarna gewoon vrijwilligers en dan langzamerhand. Ja, nou, dat zal ook gebeuren. Maar ik denk het is voornamelijk ook emotie. Dat de eerste paar jaar zullen we daar huiverig voor zijn. Over 50 jaar weet niemand meer wat een piloot is. Dat is duidelijk, toch? Dan bestaan piloten niet meer. Ik zit in een uitstekende... Maar ik zit even wat korter. Ik bedoel, wat kunnen wij over 5 jaar verwachten, Evert-Jan? Waar staan we dan? Nou, we zijn gisteren op Groningen geweest voor een grote mediadag. En die stellen dat ze over 6 jaar volledig elektrisch met 19 passagiers vliegen. Van Groningen naar Rotterdam of naar Eindhoven. Hoeveel passagiers? 19 passagiers. Ja. Dat die Alice of zo heet, dat vliegtuig wat ik gezien heb. Een aantal projecten waar ze nu mee bezig zijn. Maar daar zijn haalbaarheidsstudies naar gedaan. Dat zou moeten kunnen. Dus ja, dat is denk ik... Over 5 jaar kun je dan gewoon kleine vluchten van een paar uur maken. 500 mijl geloof ik of zo. Ja. 500 mijl moet er dan komen. 1000 kilometer geloof ik. 1000 kilometer. Dat, ja. 5, 6 jaar gaan we dat krijgen. Ja. En over 10 jaar? En over tussendoor in 2023. We hebben pre-orders gedaan voor de volgende vliegtuigen. Die worden nu gecertificeerd. Die zijn in 2023 op de markt. Die vliegen al 2 uur. En dan hebben ze nog 30 minuten reserve. Dus dat is al een serieuze vooruitgang. Voor jou is dat echt een hele goede. Ik word er blij van, ja. Laten we even nog even kijken over de business van een vliegschool. Ik wil mijn brevet halen. Hè, van, hartstikke leuk. Je moet even gewoon naar Apeldoorn rijden. Maar dan heb je ook wat. Hoeveel vluchten moet ik dan maken? Hoe werkt zoiets? Wat kost me dat? Vertel er eens wat over. Om een privé brevet te halen moet je minimaal volgens de wet 45 uur vliegen. Dus dat zijn al 60 vluchtjes van 3 kwartier. Maar gemiddeld maakt iemand altijd wel wat meer uur. Zeker afhankelijk van hoe jong ze zijn, hoe goed het gevoel al is. Moet je rekenen op 60 uur. Dus dat zijn bijna 90 vluchten moet je wel maken. Nou ja, als je tijd genoeg hebt om de theorie te doen, reken 150 uur zelfstudie, aantal examens. Dan kan daarna de hele vliegopleiding in 3 maanden gedaan zijn. 90 vluchtjes, wat kost een vlucht? De hele opleiding bieden wij nu aan voor €14.900. Dat is de 45 uur zonder de overuren. Nee. Ja. Oké, dus voor €15.000, nou, serieuze hobby, maar dat is voor een heleboel mensen is dat bereikbaar. Ja. En wat kost dan een vliegtuig huren voor een uurtje, als ik daarna gewoon een beetje gewoon lekker wil rondvliegen? Ja, we hebben de huurprijzen nog niet helemaal vaststaan, maar de elektrische toestel zal net onder de €200 per uur komen, per gevlogen uur. En is dat duurder of goedkoper dan een benzine? Nou nee, dat is nu vergelijkbaar met een benzine en dat heeft dus te maken met die accu's. Ja. Maar in de toekomst moet dat wel goedkoper worden. Ja. Dat is wel het doel. Okay. Hoe gaat het? Je bent net begonnen, je zei een paar weken geleden, wat deed je toen nog? Ja, nou ja, ik was tot 6 weken geleden was ik helikopterpiloot bij de traumahelikopter. Onder andere. Yeah. En nu is alles opgezegd. Want nu gaan we vol hiervoor. Ja. Nu heb je al gewoon je eerste studenten te pakken? Ja, we hebben al heel veel inschrijvingen. Dus het vooruitzicht is goed. Maar we hebben gesteld, iemand mag niet zomaar bij ons een vliegopleiding kopen. En overmaken en zeggen, ik ga dat doen. Nee, ik wil dat je eerst gewoon 6 vluchten komt doen. Dan kan ik een beetje inschatten, hoe goed ben je? He, dan kan ik een inschatting maken van de totale duur. Maar dan kan ook een student inschatten, vind ik dit nou echt leuk? En heb ik hier de tijd voor? En dan kunnen ze daarna hun medische papieren halen. Ook niet geheel onbelangrijk. En als ze dan nog steeds... Medische papieren? Waarom moet ik medische papieren halen? Om een vliegbevet te hebben? Nou ja, het is toch wel fijn dat je gezond bent. En dat je niet zomaar uit de lucht komt vallen. Okay. Omdat je een medisch onderliggend probleem hebt. Okay, yeah. Nou, hoeveel uren? Als jij met iemand een uur vliegt, heb je dan wel het idee van die redt dat of die redt dat niet?
Ja, na een paar uur kunnen we denk ik wel inschatten als instructeur. Oké, dat is een gemiddelde. En dat kan een autorijleraar ook. Die kan na een paar ritjes echt wel inschatten. Oké, deze is gemiddeld. Deze is bovengemiddeld. Of nou, dit wordt een zware klus. Wat moet ik kunnen om een brevet te halen? Wat voor kwaliteiten moet ik hebben? Nou, ik denk dat je wel een klein beetje moet kunnen presteren onder druk. Stressbestendig zijn. Goed prioriteiten kunnen stellen. En het zou handig zijn als de oog-hand-voetcoördinatie redelijk op orde is. Als je een beetje kunt gamen, dan heb je wat aardige dingen. Ja, nou, het is een feit dat zeker de jongere garden die al flight sim hebben en thuis van alles vliegen. Ja, die hebben dat toch al een beetje in zich. Dus dat helpt zeker. En dat is ook, want wij hebben het alsmaar over duurzaam vliegen. En over elektrisch vliegen met deze toestellen. Maar waar wij als e-flight heel erg voor staan is, we laten nu een simulator bouwen. De basis daarvoor is exact dit toestel. Wordt ook geleverd door Pipistrel. Dat wordt door Hogeschool in Holland, in Delft, op een motion platform gezet met VR. Dat wordt state of the art. En die willen we laten goedkeuren door de Europese Unie. Dan worden we de eerste. Dus dat wordt een lange klus. Maar dan, als de training op de simulator net zo goed is of beter dan in het vliegtuig, dan vinden wij dat je in de kleine luchtvaart ook 30% van die vliegopleiding gewoon op de grond kan doen. Ja, ja. Want elke keer dat wij vliegen, maken we geluid, zijn we een vliegbeweging. Dus daar willen wij op inzetten. In de grote luchtvaart weten we dat 95% van de vliegopleiding op een groot toestel is in een simulator. Oh, ja. Met de kleine luchtvaart bestaat die regelgeving nog niet echt. Dus je hebt in ieder geval wat gevechten op gebied van de regelgever. Die moet je educatief zeg maar bijwerken en je moet ook zorgen dat je de voordelen hebt. Oké, als je nu hebt over een vliegschool beginnen, hè, je hebt deze apparaten, heb je dan, zeg maar, dan gaan we zo meteen even met een van de investeerders praten. Maar hoe moeilijk is het om dit van de grond te krijgen? En hoeveel is Nederland dit aan het stimuleren? Nou, het is moeilijk om dit van de grond te krijgen. Matthijs en ik hebben dit nu met z'n tweeën zover gekregen. Maar in de toekomst zullen we zeker ook investeerders nodig hebben. Ja. Heb je dan hetzelfde als ik, dat ik weinig belasting hoef te betalen? Ik heb een elektrische auto, ik hoef geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Als zakelijk had ik geen bijtelling en dat soort dingen. Heb je dit soort dingen ook in Nederland op gebied van elektrisch vliegen? Nou, we zien de Europese regelgeving loopt achter. En we zien ook dat de politiek in Nederland een beetje achterloopt. Misschien ook wel logisch. De politiek in Nederland heeft een hele ambitieuze luchtvaartnota neergelegd. Ambitieuzer dan in de rest van Europa eigenlijk. Terwijl we de rest van Europa zien dat bijvoorbeeld Frankrijk koopt 200 toestellen en die zet die weg bij de vliegscholen. Van deze? Ja, van deze toestellen. En die zet die neer voor weinig bij de vliegscholen om maar die verduurzaming in de luchtvaart te accelereren. Mm-hmm. Zwitserland doet dat ook, Duitsland. Dus deze twee vliegtuigvelden zijn ook gewoon door het ministerie betaald voor jou? Nou ja, in Nederland is het dus helaas zo dat als je een elektrische auto koopt, dan krijg je subsidie. En als je een elektrisch toestel koopt, dan is er niks. En de verzekering is twee keer zo duur. En dus er zijn zeker nog heel veel gevechten. Verzekeraars zijn ook moeilijk. Die weten ook niet wat ze ervan moeten vinden. Nee, het is onbekend maakt onbemind. Dat is wel duidelijk. Maar we hebben wel goede gesprekken met de overheid en met alle verschillende partijen. Dus ja, ik denk wij zijn de eerste. We zijn aan het pionieren. En dan weet je dat je meerdere obstakels tegen gaat komen. En die zijn er om te nemen. Dus ja, het brengt ons aan de ene kant voordeel om de eerste te zijn, maar het brengt ook nadelen. En dat wisten we van. Het kost ongelooflijk veel meer tijd om te pionieren. Dat is hartstikke mooi. Hey, je komt uit de militaire wereld. Je hebt op een gegeven moment helikopters gaan vliegen. Teringherrie lijkt me. En dan dit. Wat is het verschil tussen elektrisch? Dus al die verschillende soorten platforms waar jij op hebt gevlogen? Nou ja, kijk, ik ben eigenlijk nu nog steeds nog een paar weken hoofdtraining van de grootste helikopterschool in Nederland. Die heet de Helicenter. Ik zit al zo lang van mijn leven in vliegscholen. Ik wilde graag een eigen vliegschool beginnen. Ja. En de markt in Nederland is helemaal dichtgetimmerd. Totdat de verduurzaming om de hoek kwam. En ik zit nu. Ja, ik heb nu anderhalf jaar hier naar zitten kijken. En ben ik er al mee bezig met het idee. En een half jaar geleden heb ik nog één keer goed omheen gekeken. En toen bleek dat er eigenlijk niemand vol in zou gaan. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Want ik geloof dat wij niet per se hoeven te concurreren met bestaande vliegscholen. Ja. Ik geloof namelijk dat er een hele nieuwe markt aan studenten is. Die eigenlijk vliegschaamte hebben. Maar toch stiekem wel heel graag een vliegopleiding zouden willen doen. En ik denk dat die markt voor ons nu toegankelijk wordt. Ja. Dat hoop ik. Was eigenlijk die technologie was een kans voor jou om je eigen vliegschool te beginnen. Want anders is er geen kans om dat te doen. Hoe vind je het zelf vliegen? Hey, want jij bent stoer, je hebt militair, helikopter erop en dan is dit, hoe is dit vliegen? Ja, kijk, ja, dit is niet per se stoer natuurlijk. Maar ik ben ook examinator, maar ik heb toch altijd leuker gevonden om instructie te geven. Want dat is zo tof om iemand iets te leren. En of dat nou is in een auto of op een graafmachine of in een vliegtuig of een helikopter, maakt niet zoveel uit.
Dus mensen enthousiasmeren. Als je iemand naast je hebt die zo blij wordt, dan word je dat ook. Dus dan maakt het niet meer zo heel veel uit. Ja, en dit is nu wat het is. Het is lekker stil. Maar het is hartstikke lekker stil. Dus het is lekker om je heen kijken. Het heeft ook weer zijn voordelen. Ja, kijk, en over 2 jaar dan zijn er stuntvliegtuigen die helemaal elektrisch worden aangedreven. En dan vind ik dat ook weer cool om te vliegen. Hè? Dus dat komt wel. Maar dit is wat we nu gaan doen. Veel succes, Evert-Jan. Dank je wel. Dank je wel.